In onze mooie wijk de Veluwe gebeurt altijd wel iets. En daarom nemen we u graag mee op pad. Welkom bij Wijk TV de Veluwe. Voor de start, dat is de titel van de kinderboekenweek van dit jaar, 2013. Klaar voor de start gaat over een jongen, Jan, een superheld. Nou, voor de kinderen is dat natuurlijk hartstikke spannend, superhelden. Hier in Kuik hebben wij onze eigen superheld, Ilja Strik. En Ilja, jij was vandaag aanwezig op de regenboog. Ja, klopt. Hoe ben je ontvangen door de kinderen? Ja, geweldig ontvangen. Je ziet gewoon hoe... Ja, bijzonder de kinderen het vinden en ik denk dat ik hun sportheld, superheld wel ben, denk ik, ja. Ja, leuk was om te zien hoeveel kinderen je eigenlijk op zou kunnen tillen, hoeveel kilo's. Een heel aantal kinderen zijn gewogen, hè? Ja, klopt. Ja, het waren uiteindelijk 8. Dus dat is best wel wat eigenlijk. Nou ja, je bent wel een echte superheld als je eigenlijk 8 kinderen zou kunnen optillen. Hè? Ja. Helaas hebben we dat niet kunnen laten zien natuurlijk. Nee, klopt. Het is toch een beetje moeilijk. Hè? De kinderen hebben niet echt handvaten waar je ze kunt vastpakken. Dus ja, dat maakt het een beetje moeilijk. Wat betekent Kinderboekenweek voor jou? Ben je zelf een lezer? Ik ben eigenlijk geen lezer. Ja, vroeger was het Pietje Puk waren de boeken eigenlijk wat ik vroeger las. En dat, ik heb volgens mij ook de hele reeks gelezen, maar echt dikke boeken, nee. Ik ga een beetje biografieën, vind ik nog wel leuk om te lezen. Ja, dat is eigenlijk wat ik lees. Nou, wij hoorden zojuist dat jij nu binnenkort wel in een boek komt. Dat kunnen we kopen ook in de Kinderboekenweek? Guinness Book of World Records ligt al in de winkels. Dus vanaf afgelopen zaterdag is het te koop. Ja. Nou, als we nu nog naar de winkel gaan, krijgen we daar misschien het Kinderboekenweek nog bij. Over helden. Onze eigen superheld hier in Kuik, Ilja Strik. Hartstikke bedankt voor deze tijd van jou. Graag gedaan. Klaar voor de start. Nu gaan we een toneelstuk doen. En in het toneelstuk laten we eigenlijk een beetje het thema zien van de Kinderboekenweek. Want wie weet... wat het thema is van de Kinderboekenweek. Wie weet dat? Emiel. Ja, heel goed. Sportenspel. En daar hoort eigenlijk ook een beetje een stukje gezonde voeding bij. Gezonde voeding, sportenspel. Het is belangrijk om te sporten, dat is goed voor je. Nou, in het toneelstuk laten wij een stukje zien hoe dat het absoluut niet moet. En ook een stukje laten we zien hoe dat het juist wel moet. Zo, ik wil lekker een buitje. Ja. Lekker. Het is altijd lekker als ontbijt. Heb je lekker geslapen? Ja, heerlijk. Ik ben alvast aan het ontbijten. Wat ben je aan het ontbijten? Een koek. Je neemt toch lekker een boterham? Ik moet liever chips. Neem pas chips. Dat is toch niet gezond? Je pakt lekker een boterham zo. Lekker boterham met stroop of kaas. Gezond. Nee joh. Boterham met stroop. Ja, nee, ik hou wel van chips. Dat vind je lekkerder. Dat is gezond. Waar? Jawel, want net als in deze koek zit ook melk in. En dat is ook gezond. Dus. Oh. Dat vind ik niet gezond. Hé, hey, mam. Ik moet zo meteen naar school. Wil jij me dan even met de auto wegbrengen? Oké, je gaat op fietsen. Fietsen? Nee, joh. Nee, joh. Van fietsen word je hartstikke moe. Echt niet. Kom. Nee, dan ga je van zweten. Helemaal niet gezond. Lekker zweten. Nee, je brengt mama mooi even met de auto. Nee, je gaat mooi met de fietsen brengen. Echt niet weg. Hé, mam, wat gaan we vanavond eten? Niks gezond, lekker sla. Nee, friet op McDonald's. Daar heb ik zin in. Dat is toch niet gezond? Jawel, er zitten toch ook aardappelen in? Er zitten toch ook aardappelen in, friet? Is toch ook gezond? Ja, en lekker vet. Nee, dat hoeft niet. Ik moet naar school op de fiets. Ja, heel goed. Nou, tot straks.
Kan ik nog iets meenemen? Ja, een appeltje? Ik neem dit wel mee. Doei, mam! Dag, tot straks. Zo, les van meneer Henri, daar word je ook moe van. Jij had het wel gekregen, maar ik vind eigenlijk dat er een sportgaan niet in stond. En ik had op internet jouw lijst gezien, erelijst, en dan denk ik, wauw, eigenlijk had jij met een boek moeten staan. Dus wij zijn heel blij dat jij hier bent en ja, jij gaat je eigenlijk denk ik nu presenteren. Zal ik jou een microfoon geven? Hallo! Hi. Jullie weten nu wie ik ben? Heel goed, heel goed. Ik ben een powerlifter. Heel sterk zoals je ziet. En ik doe al jaren aan topsport. Jij hebt ook spierballen zie je. Maar ik doe powerliften. En dan zag ik een hele lijst en daar stonden allemaal bijzondere dingen op. En er stonden ook Nederlands kampioenschappen. Ja. Er stonden ook Europese kampioenschappen. Er stonden ook wereldkampioenschappen, maar er stond ook nog een hele bijzondere prestatie op, want als ik me niet vergis, heb jij ook ooit een wereldrecord gewonnen. Ja, klopt. Ik heb ook een wereldrecord, ja. Ja, dat is heel speciaal, dat je op een wereldkampioenschap waar de beste van de wereld zijn, ja, het beste van alles en iedereen bent. Er is nooit iemand geweest die meer gedrukt heeft dan jij. Nou, dat is echt heel speciaal. En dan had jij ook op twee onderdelen, hè? Ja, op het kniebuigen en op het bankdrukken. Hoeveel het was, hè? Hoeveel ja. Was het? Ik kan 262 kilo kniebuigen. 262. Nou. Dan komt er nog iets belangrijks naar boven. Nog, komt er niet. Dit zijn er 30. En dit zijn er ook 30. En dat waren het wel. Ja, dit zijn er een beetje, hè. En dan doen we er nog twee pakken suiker bij en dan zijn we op de 200. Dus Ilja is in staat om in één keer al die kinderen op te tellen.
Nou, kun je je voorstellen hoe ongelooflijk knap het is. Een uur aan mijn buik in houden, maar mijn spierbal al groot. Nee, ik denk dat het wel een buik en misschien wel goed. Ik wil nog iets heel speciaal doen. Jij bent koninklijk ontscheiden en wij willen iets doen voor jou met groep 8. Dus ik wil eigenlijk alle kinderen vragen om twee billen naar achter te gaan. Jullie allemaal voorzichtig meedoen. Je mag meedoen, maar kijk uit voor elkaar. Even nu naar achteren gaan, zit alle kinderen op, ben je ook de foto.